Bij mij is aangeschoven PVV-Kamerlid en ook oud-leraar Harm Beertema. We gaan het hebben over de toekomst van het onderwijs. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ja, er is helemaal geen discussie over dat het een heel belangrijk iets is. Onderwijs zijn we het allemaal over eens. Leraartekort oplossen, dat is topprioriteit. Maar wat denkt u als u meneer Rutte hoort? Nou ja, Rutte zegt precies de goede dingen weer. Hè. Daar is hij ontzettend goed in. Dat doet hij al 3 kabinetten lang. Maar ja, als het erop aankomt, hij noemt het de topprioriteit, maar er gebeurt natuurlijk niks. Hè, er komt nauwelijks geld tevoorschijn om, om die topprioriteit tegemoet te komen. Ik heb steeds gezegd, er is sprake van een systeemcrisis, hè, in het onderwijs. Als niemand meer voor de klas wil, als je tot maatregelen moet overgaan als een kortere lesweek voor kinderen of ze een jaar later laten beginnen met onderwijs. Ja, dan is er echt sprake van een systeemcrisis. Dat kan je in een hoogbeschaafd land als Nederland kan je dat gewoon niet maken. En als we dan horen dat er geld op de plank ligt, maar dat er dan eerst nog een cao voor moet komen, maar dat geld op zich, dat zou dus niet voldoende zijn al. En dan gaat het dus niet alleen maar om geld. Die 285 miljoen euro waar het over gaat, dat was al lang toegezegd. Dat is geen nieuw geld. En ik maar vind zou dat helpen? Nee, dat zou niet helpen, want dat herstelt hooguit een beetje, een heel klein beetje van de achterstand die er in jaren opgelopen is natuurlijk. Ik vind het wel een beetje kinderachtig van minister Slob om het op deze manier in de strijd te gooien. Hij wilde toch een beetje goede sier maken daarmee, maar ja, die leraren hadden dat al lang in de gaten. En er kwam daar bovenop ook nog eens dat dreigement om het dan niet uit te keren, zeg maar, als die cao-partners niet aan tafel gaan. Dat vind ik te kinderachtig voor woorden. Ja. Maar los daarvan, als het een systeemcrisis is en het geld op zich ligt nog op de plank en bovendien is het niet eens de manier om het op te lossen. Wat zou wel helpen als geld voor onderwijs niet alleen maar belangrijk zou zijn? Nee, nou ja, het is wel. Daar moet ik wel steeds mee beginnen. Het is wel heel belangrijk. Geld. Ja. Kijk, je gaat niet het onderwijs in om rijk te worden. Hè? Dat heeft Rutte ook wel goed gezegd. Die onderwijzers en die leraren, dat zijn niet de graaiers van de samenleving natuurlijk. Maar ze worden gewoon al jaren structureel onderbetaald. En vooral die LA-schaal, die beginschaal voor het basisonderwijs. Ja, dat is. Juf en meester worden, daar word je niet rijk van. Nee. Maar nog, als je het wil, zijn er ook aardig wat obstakels. Als je denkt, nou, het geeft niet. Ik wil ook helemaal niet rijk worden. Ik vind het prima om in een klein rijtje huis te wonen in de Phoenixwijk. Prima. Dan nog is het niet maar zomaar mogelijk om dat te worden. Is dat terecht? Niet zomaar mogelijk om te worden. Je hebt best wel je moet echt wel wat kunnen voordat je voor de klas staat. Ja, maar moet je daar dan veranderingen aanbrengen omdat het er te weinig zijn? Of wat zou je moeten doen om mensen wel voor die klas te krijgen? Nou ja, daarom spreek ik ook van een systeemcrisis. Toen ik in 2010 in de Kamer kwam, toen was ik vooral samen met de SP een strijd aan het voeren om de kwaliteit van het onderwijs en van de leraren omhoog te krijgen. Juist hogere kwaliteit. Hogere kwaliteit. En niet zeggen, nou laten we de norm wat verlagen, waardoor er meer mensen voor de klas kunnen staan. Klopt. Toen was het zo dat heel veel van die onderwijsbestuurders heel graag onbevoegde mensen voor de klas zetten. Die waren goedkoper. Die konden ook makkelijker weer ontslagen worden. Dat soort perverse prikkels had je toen. Maar dat onderwijs, dat leed daaronder. Hè. Wij wilden graag eerste graads leraren die universitair geschoold waren. En we zijn in. Maar wel voor een prikkie. Dan wordt het helemaal lastig. Nou, voor in het voortgezet onderwijs is het niet voor een prikkie hoor. Ik bedoel, daar is de uitloop best redelijk. Maar ja, toen was het zo dat we aan het strijden waren voor die kwaliteitsverbetering. En nu ga je. Ja, die discussie is natuurlijk helemaal weg. Ja, want nu is de vraag, hoe krijgen we überhaupt mensen? Ik noem maar een voorbeeld. Er zijn mensen die zijn er bij de banken uitgegooid. Ja. Maar die mogen niet zomaar economieleraar worden. Nee. Dan moet je, ik weet niet wat voor opleidingen voor doen en het kost ze jaren. Ja. Waarom wordt het niet wat makkelijker? Nou ja, dat is wel een stuk makkelijker gemaakt hoor. Maar je moet er ook niet al te grote concessies in willen doen natuurlijk. Het is natuurlijk ook een ambacht. Hè? Als je econoom bent en je hebt jaren in een bank gewerkt, ja, dan ben je nog geen docent economie. Hè? Dat ambacht van het lesgeven, dat is, dat kost tijd.
Maar dan blijven we wel met schaarste kampen, ja. En moeten we dat dus gewoon accepteren. Ja, in de Randstad is het helemaal erg. Echt een schreeuw om leerkrachten. Maar daar zeggen ze, wij vinden dan dat de mensen die zo goed zijn om in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht les te geven, meer moeten gaan verdienen. En eventueel een huis erbij moeten krijgen. Is dat een goed idee? Ik vind dat een goed idee. Gewoon doen. En hoeveel meer zou dat moeten zijn vergeleken bij, noem maar wat, Hengelo of Terneuzen? Dat weet ik niet, hoeveel meer dat ze moeten zijn. Maar significant is, gaat het om een paar tientjes? Of zeg je dan van, nee, in Amsterdam moet je gewoon, weet ik veel, 500.000 netto in de maand meer hebben. Zou dat wat uitmaken? Kijk, we hebben natuurlijk ook te maken met een heel groot probleem. Het is gewoon een arbeidsmarktgerelateerd probleem. Daar heb je ook arbeidsmarktoplossingen voor. En dat is geld, dat zijn faciliteiten. Dat is bijvoorbeeld voorrang bij huisvesting. Ik kan me dat allemaal heel goed voorstellen. En als daar ook nog een grote stedenbonus bij komt, die dan wel significant moet zijn, ja, ik kan me dat wel voorstellen. Anders blijf je met die tekorten kampen. En dan nog vandaag Volkskrant. Als er dan geld naar scholen gaat, dan gaat het dus niet naar de lonen van de leerkrachten, maar naar het ondersteunend personeel of naar de roostermakers of naar de mevrouw van het plusklasje of naar iemand die helpt bij de dyslexieverklaring regelen. Ja. Terecht of is dat, zou dat niet zo moeten? Ik vind die kritiek heel terecht. In scholen zijn de laatste decennia, die zijn zo uitgebreid met allerhande instanties en functionarissen die zich allemaal in die schil om dat onderwijs begeven en eigenlijk niets toevoegen aan de basis, aan de kern van het onderwijs. Ik weet nog wel, toen ik op zo'n RSC werkte, was ik om. Ja, wat voor les gaf u voor de Nederlands gaf beeld? Ik, ja. Nederland. Aan administratieve opleidingen. Maar ik zat dan naast een kantoortje, daar zat een justitieambtenaar van de reclassering. Daarnaast zat iemand van de schuldhulpverlening. Daarnaast zat iemand van maatschappelijk werk, weet je. Allemaal op die school? Allemaal op die school. Allemaal betaald? In het gebouw zelf. Allemaal uit de lump sum betaald, uit het onderwijsgeld. En ja, hoe meer van dat soort mensen en functionarissen erbij kwamen, hoe meer dat geld dat opslokte, wat niet direct in die klas terecht kwam. En dat is zonde. Iets anders, wat wel heel goed gaat, dat zijn de huiswerkbegeleiders. Het ene naar het andere huiswerkinstituut. En daar zitten hele goede docenten, want die worden juist aangetrokken omdat ze zo goed zijn in de huiswerkbegeleiding. Ja. Ja, dat is wel een branche die heel goed floreert. Deze mensen zouden natuurlijk ook op school les kunnen geven. Dat is ook de markt. Dat zouden ze kunnen doen, maar kennelijk verdienen ze daar minder. En, ja. Dan zie je dus toch dat het heel erg uitmaakt hoeveel je betaald krijgt. Ja, zeker, natuurlijk. Overigens is die huiswerkindustrie is natuurlijk wel een van de verschijnselen die veroorzaakt worden door die crisis in het onderwijs. Hè? Ook door de kwaliteitsdaling in het onderwijs. Heel veel ouders die het kunnen betalen, die zien dat natuurlijk gebeuren. Dat al die kernvakken en zo veel te slecht worden gegeven. Hè. Het onderwijs levert uit groep 8 van de basisschool ongelooflijk veel lage letteren af. Ja, ik vind het een schande. Werkelijk een schande dat je kinderen uit groep 8 aflevert die nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Dus die ouders die met de dikke portemonnee, die denken van ja, maar dat ga ik me niet laten gebeuren met mijn kinderen. Dus die wijken uit naar die huiswerkinstituten. Maar niet alleen de ouders met de hele dikke portemonnee, ook ouders die het zo belangrijk vinden dat ze zeggen, nou dan gaan we maar niet op vakantie en dan gaan we maar niet ons kind laten inschrijven bij de tennisclub. Zeker. En dat vind ik hartstikke goed dat ze dat doen. Tegelijkertijd zie ik bij de linkse partijen, vooral de SP, die hebben er dan ineens weer een handje van om daar schande van te spreken. Van die huiswerkindustrie, zoals ze het dan noemen. En die willen dat dan terugbrengen, de school in. Ja, denk ik, ja, ze willen eigenlijk, wat ze zeggen, dat segregeert. Het segregeert, want alleen de mensen die kapitaalkrachtig zijn of inderdaad dan minder op vakantie kunnen, die kunnen dat betalen, maar de andere mensen niet. En dat is waar natuurlijk, dat is waar. Maar je kan ouders natuurlijk niet de keuze ontzeggen. Hè? Wat je nu net bijvoorbeeld zegt over die ouders die zeggen van, nou, dan maar een keertje niet op wintersport. Precies. Of zomervakantie. Want ik vind dit belangrijker. Valt dat juist niet te prijzen? Het is toch in het belang van de economie. Tuurlijk. Van ons land? Fantastisch. Om kinderen juist zo goed geschoold te willen zien? Ja, ik vind het fantastisch dat die ouders dat doen. Maar die ouders die gaan over tot dit soort maatregelen, hè, ten goede van hun eigen kinderen, omdat het onderwijs niet levert. En dat vind ik een probleem.
Maar hoe krijg je die hele goede docenten die op huiswerkinstituten de kinderen wel kunnen bijschaven? Hoe krijg je die weer zo ver dat ze ook kunnen denken, nou, misschien kan ik ook op school me nuttig maken? Nou, een heleboel van die docenten werken natuurlijk ook in het reguliere onderwijs. Maar in het reguliere onderwijs krijgen ze nauwelijks de kans om les te geven natuurlijk. En daar zijn ze bezig met overvolle klassen. Als het over het mbo gaat en de vmbo's met chaos. Met 140 verschillende nationaliteiten in dat vmbo en de ROC's. Dat wordt dan heel trots verteld in Rotterdam. 140 verschillende nationaliteiten. Het brengt heel veel chaos met zich mee natuurlijk. Dus en, u snapt wel dat ze afhaken. Bent u ik zelf, snap dat ze afhaken. Zou u, als u straks de carrière bij de PVV niet meer volgt, zou u dan teruggaan naar het onderwijs? Ik weet niet of ze me nog willen hebben, maar ook omdat ik wat... Ik ben met pensioen, hè, in principe. Maar maakt maar niet uit. Dat maakt mij niet uit. Ik, nee. Ik zou zelf wel willen, ja. Want het is... Ja, ik heb het altijd prachtig werk gevonden. Ik heb het 34 jaar gedaan in de moeilijkste wijk van Nederland, Rotterdam-Zuid. Had ik ook heel wel bewust voor gekozen als linkse studentje. Ooit was Harm en Beertema dus links. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Maar dit is wel interessant. Er zijn heel veel docenten, nog hartstikke fit, nog heel goed cognitief vaardigheden, nog prima. En die zitten thuis en die geven ook huiswerk bij les. Ja, klopt. Die kunnen toch ook nog terug naar school? Waarom doen we daar zo moeilijk over? Nou ja, wij doen er niet zo moeilijk over. Ik denk dat er best getrokken wordt aan die mensen. Maar ik denk niet dat het dat die nou, dat, je dat ze zelf op school zo blij niet, zijn. Niet, je kunt niet maar zo weer instromen op school. Want daar, je mag als gepensioneerde toch maar niet zomaar boven je 70ste weer terugkeren. Boven je 70ste. Ik weet het niet of, daar een, of er een maximum leeftijd is. Als het voor Kamerleden niet is, dan denk ik dat het in het onderwijs ook niet zou moeten. Maar vergis je niet, een heleboel van die mensen die ik ook gesproken heb, die ook zij instromer waren, die hebben het geprobeerd in het onderwijs, maar die zijn na een jaar of na twee jaar haken ze af. Waarom? Omdat het vak is zo uitgekleed. Je hebt totaal geen regie over je eigen lessen meer. Hè, wat ik vroeger wel had, dat bestaat gewoon niet meer. Je bent eigenlijk een speelbal van managers en van bureaucratie. Je bent de hele dag aan het verantwoording afleggen. En je moet dingen doen die niet je eigen ideeën zijn. En dat is heel frustrerend voor heel veel oudere leraren. Kortom, de systeemcrisis. En we zijn er niet met geld alleen. Ik wil u hartelijk danken, Harm Beertema, Kamerlid.